Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door PCS, Prodex en Qualityflex. Welkom bij de Voetbal Rotterdam vooruitblik. En dan blikken we vooruit op het weekend. Dat doen we middels uitslagen. En dan hebben we aan het eind van de maand een winnaar, want het is de 27e geweest en dan begint oktober daarna. Edin, ik ga zijn achternaam echt gewoon niet uitspreken. De trainer van Egeland Tier Boys. Hij heeft de eer van om een maand lang de beste van de regio te zijn. En niet jij, Peter Massenauta. 29e, weggezakt. Ja. Ja, wat? Als dwars dramatisch. Door het moeras heen. Dramatisch, niet goed voorbereid. 29e. Ja. Ben Hoogwerf, hij, de trainer van tegenwoordig DVO, werd tweede. En Huip van der Schee, derde. Je moet ook even ingevullen, hè? Mijn nieuwe maand. Ja. Ik was de eerste week ook vergeten, hoor. Ik eindigde nog wel boven jou dan, ondanks een week vergeten. Ik wrijf het er even lekker. Laten we beginnen met goed, laten we inderdaad beginnen. 13 wedstrijden voor u, zaterdag en zondag. En we beginnen in de topklasse met Capelle tegen Kozakke Boys. 2-2. 0-2. Delta Sport Spijkenisse. 1. Nee, mag eerst om te zetten. 1-2. 0-1. 5 gespeeld, 0 voor Delta Sport. 5 gespeeld, 9 voor Spijk. Sorry. Het zou zo kunnen. Zuidland Oude Maas. Een bewogen potje, zoals ze zelf zeggen. Vorig jaar ging het. Vorig jaar was het ook in de tweede klasse. Nu een treetje hoger. Ja. 1-1. 2-1 Zuidland. Papendrecht BWCB. Een topper. 4 gespeeld, 12 allebei. Gelijkspelletje. 2-2. 1-2. Ja, dan moeten we gaan een beslissing vallen, denk je. Ja, ik. En anders zitten er allebei niks aan. Ik schat BVCB over in de Papendrecht, dus. Duidelijk. NSVV en GOZ. 3-1. 2-0. Nieuwenhoorn-Rozenburg. 3-1. 2-0. DVO Schipluiden. Ja, dat is, nou gaat het beginnen van Schipluiden. Nou begint het pas. 1-1. 2-0. Zo. WCR Charloes op de zaterdag. En die staan dicht bij elkaar, want daar staat iedereen dicht bij elkaar. Nou, dat zijn wel pittere potjes altijd, weet je, Charloes. Zowel de zaterdag als de zondagafdeling. Ik denk dat Charloes wint. 1-2 is het dan, hè? Zeg ik het goed? Ja. 1-1. De jonge Spartaan en TVV. Waarom ga je winnen? Ja, 2-0. We hebben voetballen meer in huis, denk ik. Ze zullen het ons heel moeilijk maken, hebben ze vorig jaar ook gedaan. Maar ik denk dat we wel winnen. We hebben onze archivaris er even op nageslagen. In 2001 speelden zij in de eerste klas. En TVV. En in 2005 in de vijfde klas, geloof ik. Maar. Ja, maar toen speelde Peter Vloed nog. Die is nou jeugdtrainer bij ons. Maar is dat dan zo'n lichting geweest, NTVV? Ja, ik denk het wel. Het zal ook wel zal financieel wel geweest zijn. Maar het is gewoon dan op dat moment een groep geweest die een aantal jaren met elkaar steeds hoger is gaan voetballen. Heel veel kwaliteit had. En ja, dan uiteindelijk zit daar niks meer achter en dan zakt het weer terug. Stellendam ook zo'n vereniging volgens mij die dat heeft gehad? We hebben ook een aantal jaren een hele goede lichting gehad en dan doorgegroeid. Dat heeft dan wel wat aantrekkingskracht voor clubs vanuit de regio, voor spelers die dan ook wel eens aansluiten. Maar op het moment dat het even gaat, dan is het vaak ook niet meer te stoppen. Ja. En dus win je met 2-0 van NTVV? Nou, niet makkelijk, maar we gaan wel winnen. Ja. Makkie. Nou, zeg maar. 4-1 dan. Ja. PFC DRL.
rustig. 0-2. 2-1. Sexus WCR, zondag. Ja, dat is 0-0. Ja. 0-0. Voor mij hebben ze het moeilijk. Willen niet verliezen. 0-1. Ketel Spaland OHVV. 1-1. En dan de laatste, Transfalia ZW Coal. Ik denk dat Coal de lijn doortrekt, 0-3. Ja? Ja hoor. Jij hebt net wat positiefs over Coal gezegd. Nou, ik zeg 2-1. Voor Transfalia? Ja. Voor de geen punten weer. Nou, dat maakt niet uit. Alhoewel, het kan natuurlijk wel. Hey. Transfalia is natuurlijk een hele goede ploeg. Het kan alle kanten op, het heeft alle punten. En daar we vooral, ja. Speel dit vooral even af, net voor de wedstrijd. Ja, precies. De grote Michael Blonk dicht je weinig kansen toe. Nee, ik denk dat het een leuk potje wordt, Transfalia Coal. Ik zou er zeker gaan kijken, als ik de tijd had. Maar ja, helaas heb ik andere verplichtingen. Jullie hartelijk dank. Graag gedaan. Geen DCV, maar dat kwam door Papendrecht BVCW. Maar ja, ik hoop dat je daar begrip voor hebt. Ja, wij hebben 4 punten en zij hebben allebei 12 punten. Dus ja, dan ja, dus, hadden we er ook die achterschil, dat, hadden we ja, precies, met 12 punten. Dan had ik hem graag erbij gedaan. Ja. Maar dat, u mag er wat van vinden. U mag ook meedoen. Voetbalrotterdam.nl. Via Pools kunt u zich inschrijven. Inloggen via Facebook kan allemaal. Dus doet u dat vooral. En heel veel plezier met duidelijk gaat kijken. Een quality flash.